we zijn vandaag te gast bij de TU in Delft om een kijkje te gaan nemen bij het Eco-Runner Team wat deel gaat nemen aan de 2015 editie van de Shell Eco-Marathon. We staan nu bij type 3, de Eco-Runner 3, wat een aantal jaar geleden deel heeft genomen aan deze marathon. Wat wij nu gaan doen, we gaan een kijkje nemen bij de Eco-Runner 5, een nieuw model, die dus dat record zou moeten verbreken van dit team. Ik zou zeggen, loop even mee. Dit is de werkplaats, maar volgens mij moeten we hier wezen. Dit is de Ecorunner 5 en hier gaan we dit jaar maar mee doen. Spannend! Ja, zeker. Hey Jim, die Shell Eco-Marathon, wat is dat nou precies? Ja, de Shell Eco-Marathon is een duurzaamheidswedstrijd. En daarin doen ongeveer 200 teams mee om dan een meest energiezuinige auto te bouwen. En je hebt daar verschillende klasses. Je hebt auto's die moeten lijken op de weg, dat is een urban concept. Je hebt dan wat wij inrijden, dat is de prototype klasse. En dat is dan de meest futuristische klasse van de race. En wij rijden dan op waterstof en om zo min mogelijk energie te verbruiken. En dat verbruiken in auto's, hebben we dan auto's die rijden 1 op 30, misschien wel 1 op 50, wat wel echt heel zuinig is. Als we het hier hebben, qua verbruik, wat is dan je doel van deze hele Eco-Marathon? Nou, de voorloper van deze auto die heeft afgelopen jaar 1 op 3500 gereden. En wij hopen dit jaar richting de 1 op 5000 te gaan en daarmee dan ook gelijk de Eco-Marathon te winnen. Want dat is wel ons hoofddoel. We willen wel winnen, meedoen om te winnen. Ja, we zien het. Die uitdaging zit hem dan ook echt in dat winnen. Wat we natuurlijk wel voor kunnen stellen. Want ja, er zal ongetwijfeld wel heel veel mannenuren zitten in deze Eco-Runner 5. Ja, er zijn in totaal 6 mensen uit ons team die gewoon een jaar hun studie gestopt hebben om hieraan mee te kunnen doen. Dus we zijn allemaal fulltime bezig om binnen 8 maanden zo'n auto neer te zetten. En gelukkig zijn we allemaal zo gepassioneerd dat we dat vol kunnen houden, want anders dan zou dat niet lukken. Maar wat is nou denk ik echt jouw unieke punt van deze Eco-Runner 5? Wat is jouw unique selling point? Ja, we zijn op de universiteit zijn we heel erg goed in aerodynamica, omdat we gewoon een hele grote faculteit hebben, lucht- en ruimtevaarttechniek. Daardoor zitten er ook heel veel mensen daarvan in ons team. Dus aerodynamica is wel echt een van onze hoofdpunten. En dit jaar hebben we dat weten door te zetten na uiteindelijk hele goede winterresultaten van laagste luchtweerstand ter wereld. Laatste luchtweerstandscoëfficiënt. Dus dat is vinden we natuurlijk fantastisch. Ja. Maar dat zijn wel de dingen waar we heel sterk in zijn. Mm-hmm. Mechanisch en aerodynamisch. En we zijn iets minder goed in elektrisch. Omdat dat gewoon, daar hebben we minder mensen van. Dus dan komt dat vanzelf. Hoe groot is de kans dat je uiteindelijk zou gaan winnen met dit hele team? Morgen hebben we een test waarmee we eigenlijk onder racecondities gaan testen. Dan kunnen we een goede inschatting een beetje maken over wat we gaan rijden. Ik denk dat we nu in ieder geval goed mee kunnen doen. Die Shell Eco-Marathon, wanneer is die nou precies? Nou, de race is voor het publiek open van 21 tot 24 mei. En wat kunnen ze daar gewoon komen kijken? Ja, het is vrij toegankelijk voor iedereen. En het is ook een heel groot event. Het is 40.000 toeschouwers, echt fantastisch. En je kunt gewoon een gratis kaartje halen online. En dan kun je daar gewoon naartoe te komen kijken. En dan is dat in Rotterdam. En dan gaan we rondjes rijden om Ahoy. 10 rondjes, in totaal 16 kilometer. En dan wordt gemeten wat je verbruik is. Nou, het is natuurlijk heel leuk om te zien dat deze jongens zoveel tijd en passie hebben gestoken in deze Eco-Runner 5. En ja, kom gewoon eens kijken, want zelfs ik was verbaasd over ja, alle techniek die erbij komt kijken, ja, alle ideeën van deze heren. Ik ben natuurlijk helemaal niet zo ecologisch als deze heren hier. Het liefst verbruiken wij zoveel mogelijk brandstof en maken we zoveel mogelijk herrie. Maar ook hier zit weer iets aparts bij en nou, dat weet zelfs mij te verbazen. Dus ik zou zeker een kijkje komen nemen. That's my pillow.